zo'n ruige Jeep. En dan ook nog eens een keer open, dat geeft natuurlijk het gevoel van vrijheid. Je kan overal komen. En zeker met zo'n open dak is het natuurlijk heerlijk. En zo'n gevoel van vrijheid hebben we ook aan de Secretaris Boerenhoutweg bij een woning waar je 1500 meter grond hebt, midden in het dorp, heel vrij woont. Ja, de eigenaar woont daar met heel veel plezier. Hebben ook heel veel plezier van deze Jeep en die nemen ze mee naar het nieuwe land van bestemming. En hun huis, die mag ik u aanbieden. Een prachtplekje. We rijden zo naar het dorp, maar eerst even natuurlijk de mooie omgeving laten zien. Ja, een schitterende omgeving natuurlijk Nunspeet om er te wonen. En aan de Secretaris Boerenhoutweg woon je bij deze woning heel centraal, heel rustig, heel vrij. Ja, uniek natuurlijk dat je zo in het dorp 1500 meter grond hebt. Een prachtige tuin, vol op de zon. Ja, zoek je de beschutting op, de bossen, ja, dan pak je natuurlijk... Ja, je kan de Jeep pakken natuurlijk, maar je kan ook de mountainbike pakken. Je kan zelfs lopend naar de bossen, want zo dicht ligt het erbij. Schitterend natuurlijk om zo bij de natuur te wonen, maar toch heel centraal te wonen. Je wandelt naar het dorp toe. Terwijl je eigenlijk aan een weggetje woont met alleen maar bestemmingsverkeer. Je woont dus in alle vrijheid, in alle rust. En een prachtig gerenoveerd huis met verrassend veel ruimte. Een groot souterrain onder de woning. Je kunt gelijkvloers wonen met slaapkamer en badkamer allemaal op de begane grond. Ja, dat souterrain biedt ook weer heel veel mogelijkheden. Ja, die Jeep die ventileert natuurlijk lekker met dat open dak. Ja, dit huis, dat ventileert ook wel, maar is ook heel goed geïsoleerd. Het heeft 10 zonnepanelen, dus je energielasten zijn lekker laag. Natuurlijk ook spouw geïsoleerd, dakna geïsoleerd. Goed de beglas erin. Dus dat is allemaal dik voor elkaar. En dat ook nog eens een keer lekker eigentijds en heel strak afgewerkt. Ja, heerlijk natuurlijk een doodlopend straatje. Dus het is heerlijk rustig wonen hier. En zo dicht bij het dorp en bij het bos wonen. En dan ook nog eens een keer 1500 meter grond hebben. Ja, ik zou zeggen, kom maar even mee de oprit op. Ja, heerlijk natuurlijk. Een dubbele carport op het terrein. Zo'n grote oprit heeft heel veel ruimte natuurlijk voor meerdere auto's te stallen. Ja, en moet u zien, niks te veel gezegd toch, dat je zo vrij woont hier. Eigenlijk altijd een plekje met zon, want de zon die draait hier zo achteromheen. Fantastisch natuurlijk, zeker ook met die zonnepanelen. Dak vernieuwd, het huis is helemaal eigenlijk van nu. Wit geschilderd, strakke dakpannen, dakisolatie. Ja, en een fantastisch terras achter het huis. Mooi aangelegde tuin, glooiend gazon eromheen. Ja, en dat grote terras achter is natuurlijk echt een plek waar je dagelijks zult genieten. Want ja, zeg maar zelf, in Nunspeet, in het dorp wonen, met 1500 meter grond, dat zie je niet veel. En hier heb je het. En ook nog eens een keer heerlijk vrij wonen. En helemaal van deze tijd. Het is strak afgewerkt. Hoog tijd om binnen te kijken. Ik zeg, kom maar mee. Ja, en voordat we naar binnen gaan, je hebt de keuze waar je naar binnen gaat. Aan de voorkant, de achterkant natuurlijk, dat gaan we nu doen. En je hebt dus een souterrain onder het huis. De voormalige garage is een grote berging. En het souterrain, ga ik straks laten zien, heeft dus ook daglicht omdat het helemaal uitgegraven is. Dat is echt wel een meerwaarde bij deze woning. Maar we gaan nu via het terras naar binnen. Ja, het terras is natuurlijk een verlengstuk van je woonkamer. En dat is eigenlijk de keuken daartussen, een soort brug. Het is een eiland hier, met een kookeiland, spoeleiland in één. Veel kastruimte, grote laders, koelkast, vriezer vindt u er, dubbele oven, inductiekookplaat met afzuiging. Dus je hebt lekker het zicht natuurlijk, want dit is wel de centrale plek in het huis. Contact met het zitgedeelte, met het eetgedeelte. Ja, en natuurlijk buiten, als je die pui openzet, een fantastische werkplek natuurlijk om hier in de keuken het klaar te maken en heerlijk buiten op te eten. Ja, je denkt natuurlijk, het zonnetje schijnt hier altijd, maar je moet ook een keer binnen eten van de winter. Nou, dat kan hier fantastisch. En let op, het zijn echt grote raampartijen, dus het is enorm licht. En hier ook openstaande deuren naar het zijterras weer gelijk. Ja, en niet alleen het vele glas zorgt voor heel veel lichtinval, maar ook de strakke afwerking en de hoogte die in het zicht gelaten is. Het is strak gestuukt. Het is echt super strak afgewerkt ook.
licht daardoor, door die hoogte, maar ook gewoon prachtig qua afwerking. En het zitgedeelte hier dus aan de voorzijde met hier ook weer grote raampartijen. Mooie visgraat vloer met een houtkachel die natuurlijk in de wintermaanden heerlijk ook extra warmte geeft en sfeer. Ja, met dit mooie weer kom je natuurlijk achterom, maar hier vindt u de toegang naar de centrale hal. Ja, en ook hier in de gang, daar begint eigenlijk die prachtige afwerking al. Ook die vloer loopt helemaal door. Mooie zwarte deuren gebruikt, ook hier alles strak gestuukt. En hier vindt hij dus alles ook gelijkvloers met twee slaapkamers, een toilet en een badkamer. Nou, dit is nu de kinderkamer bijvoorbeeld. Een hele leuke slaapkamer aan de zijkant van de woning. Ja, en dan de oude slaapkamer, die vindt hij aan de achterzijde. Mooie slaapkamer, past een royaal tweepersoonsbed in. Ja, en dan de droom van elke vrouw, de walk-in closet. Een fantastische inloopkast met enorm veel ruimte. Ja, dit is tot in de puntjes verzorgd. En dat zie je bijvoorbeeld ook weer terug in het toilet. Dat is natuurlijk heerlijk, zo'n toilet naast de oude slaapkamer, maar ook voor uw gasten. Want dan houdt u de badkamer vrij. Ja, ook hier weer natuurlijk heerlijk dat die vloer ook doorloopt. Neutrale tegels gebruikt, een hele ruime inloopdouche, wastafel en natuurlijk prachtig het vrijstaande lichtbad en ook nog hier extra een toilet. Ja, en dit is natuurlijk nog niet alles, want er is nog een complete verdieping onder de woning, het souterrain. Ja, beneden zult u verrast zijn over de ruimte, want hier vindt u de doorgang naar de voormalige garage. Het is een hele grote bergruimte geworden, grote vaste kast. Hier een bijkeuken met de aansluiting voor de wasapparatuur en voorraad. En ook hier prachtig strak afgewerkt. Toegang naar buiten toe. Het is natuurlijk hier uitgegraven, dus je kan dit ook als achterentree gebruiken met ook hier weer kasten. En twee slaapkamers vindt u hier. Allereerst hier een slaapkamer, waarvan ook weer geldt dat die prachtig en strak afgewerkt is. Ja, de tweede kamer, dat is natuurlijk ook een fantastische ruimte. Wordt nu gebruikt als sportschool. Ja, het is voor mij iets te warm nu, maar ik zou zeggen, kom zeker kijken hier, want deze kamer heeft ook echt heel veel mogelijkheden. Zeker ook omdat je hier een schuifbed hebt en zo direct naar buiten kunt. Ja, fantastisch huis met zo verrassend veel ruimte op zo'n fantastische plek ook. Dat moet u gezien hebben om dat te kunnen beleven. 1500 meter in het dorp, en zo groen en zo vrij. Ja, ik zou zeggen, van harte welkom om dit te komen bezichtigen. Maak een afspraak met ons kantoor, kijk op de website voor meer informatie en ik zie u graag terug voor een bezichtiging. Van harte welkom!